RTL Nieuws. Hallo mensen, dit is het 4:15 journaal. We hebben een speciale uitzending. We gaan nu door naar mijn collega. Hé jongen, wat denk je nou? Krijg ik van mij uw loper? Sorry mensen. Ja, ik dacht dat we nog even buiten de buis waren. Ja, we gaan het vandaag hebben over het niet-machine. Kijk, het is heel handig in gebruik. Als je drukt, komt er een nietje uit zitten aan elkaar vast. Kijk, ik zal het eens voordoen. Zo. En je drukt. Zitten deze twee blaadjes aan elkaar vast, zoals je kan zien. Vast. Kijk, het is heel handig in gebruik. Meneer collega, we willen kijken of het een hygiënevol ding is. Ja, ik zal eens even kijken of het wel schoon is. Hij past niet. Ja, dat is wel genoeg, meneer de Weerman. Ja. Heel schoon, ja, het is een beetje heel erg vies. Andere kant. Oh, dit is de smerigste kant. Dit is niet zo schoon, heel erg vies. We gaan nu door naar mijn collega. Kijk, het is heel handig in gebruik. Het is heel makkelijk om de nietjes te vervullen. Die heb je wel nodig en zijn heel goedkoop bij de HEMA. We kunnen hier heel goed voor zorgen dat die nooit op kan door aan dit ding te trekken, zo. En ziet u? Kijk, zo makkelijk is het. Nu gaan we naar het weer. Ja, jij toch het weer? Meneer het weer? Nee. Ik ga nog wat over de niet-machine vertellen. Ik kan hem zo vastmaken zoals mijn collega al zei. De nietjes zijn grijs en soms, dat is soms heel handig, maar soms heel handig. We gaan verder naar mijn collega die nog wat heeft te zeggen. Nou kijk, het mooie van de niet-machine is, de uitvinder, die heeft ook de televisie uitgevonden. En wat denkt u nou? Televisie? Een niet-machine, wat heeft er nou mee elkaar te maken? Het komt allebei van meneer televisie niet af. Ja, zo is het ontstaan. En dan wil ik meneer de Weerman inlichten voor het weer. Komt u maar. Het was vandaag 53 graden en nu hoog. Hier ziet u nou een mooie zonnebloem. Ik kan nog eens mooi schrijven. Dus het was 53 graden en niet mooi. Morgen was maar 33 graden en zeer mooi. Dit was het weer. We zijn uit Philips.